Kai, jij had één taak volgens mij vandaag. Jij moest die ene goal maken. En dat lukt dan. Wat een ongelooflijk moment. Ja, fantastisch. Ergens tussen de 80ste en 90ste minuut, ik weet niet precies waar. Ik zie dat Shea doorkomt en er was al een momentje daarvoor dat Dani aan de rechterkant doorkwam. Dat ik niet scherp genoeg was, dat ik ook voor het doel kon zijn. Nu zie ik het, sprint ik vol naar het doel toe om hem binnen te glijden. En dat lukt dan. Ja, die ontlading, dat is bizar. Dus je ziet het, denk ik, ook aan iedereen. Ik denk dat als ik de beelden terug zie, dat het nog alleen maar mooier wordt. Ik wist van blijdschap bijna niet meer wat ik moest doen. Dus ik weet ook niet hoe ik heb gejuicht. Maar het is fantastisch, heerlijk moment. Nou, heb je er heel wat gemaakt al inmiddels natuurlijk. Maar deze was wel heel erg fijn en heel erg belangrijk, denk ik. Was dit de lekkerste goal uit je carrière? Moeilijk om te zeggen, want ik heb wel een paar hele mooie gemaakt. Nou, dit was niet de fraaiste, moet ik zeggen. Maar wel een hele belangrijke. En al die goals geven allemaal heel veel ontlading. Dit was net weer een andere ontlading dan als je een hele mooie goal maakt. Maar wel een van de belangrijke goals in mijn carrière. Ja, we zeiden het al, je moest hem natuurlijk maken. Jij werd gebracht onder meer natuurlijk om dat ene doelpunt te maken. Wat was het scenario toen je erin kwam? Wat kreeg je mee? Nou ja, dat is grappig. Het wordt niet eens eigenlijk meer expliciet tegen me gezegd. Maar ik weet dat als ik met een achterstand of een gelijkspel op het veld kom, dat er van me verwacht wordt dat ik iets extra's breng rondom de 16. Dus er werd gezegd dat we gingen een iets andere formatie spelen. Even kort de taken doornemen van wie moet wat doen. Wat moet ik aangeven aan de jongens in het veld, wat moet gebeuren. En eigenlijk niet eens maken, maar. Dus daar ging ik gewoon vanuit. Zojuist riep de trainer net na de wedstrijd jullie nog allemaal nog even naar binnen. Wat zei hij tegen jullie? Ja, ten eerste dat hij gewoon weer trots op ons is dat we hem toch uitslepen. Dat we het onszelf net even te moeilijk hebben gemaakt. En dat we volgende week thuis tegen MVV op een volle toekomst geschiedenis kunnen schrijven. En hij zei dat er geen mooier scenario bestond. Ja, want dat is inderdaad nu zo. Je kan het nu thuis afmaken. Ja, fantastisch. En dan moet het ook gewoon gebeuren. Eén wedstrijd, 90 minuten, alles geven. En dan hopelijk staan we na 90 minuten op zaterdagavond met die schaal.